Dag beste kijkers, welkom bij de 30e aflevering van Sassenom TV. Ans gaat deze keer op bezoek in Skelle, bij het Kapellenfestival in de Nieuwe Mierde. Goedemiddag Wiegel. We zijn er weer in het mooie Schelle en waar we even naar het Kapellenfestival gaan, want dat schijnt er in de Mierde te wezen. En heel veel korpsen bent er, of kapellen bent er, er is ook een pijpkorps. Begonnen ze in moe aan wat het allemaal inbrengt. En wat dacht hij wat? Hij is weer helemaal goed gemutst. Net niet, maar nu wel weer. Mijn vriend Batsen. En we zijn er weer. Nou, je was net niet zo vrolijk. Je keek net niet zo vrolijk door het raampje in. Maar nee. Nou even weer een stralende blik. Ja. Hij loopt er twee lenzen in. Zeker, links en rechts. Links en rechts. Zullen we dan maar eens gewoon, Wiegel? We gaan naar binnen toe. Hoi. Het jaarlijkse Kapellenfestival in de Nieuwe Biertomme is een echte andere orde zo vlak voor het carnaval. Kijk en luister het maar. Wat dacht Jans? Ik wil ook even mijn beeld. Let even op die kerel met die grote trom. Ja, daar heb je hem weer, maar nooit met een gele blouse. Thank you.
begrepen dat jullie vorig jaar gewonnen hebben. Wij hebben vorig jaar de eerste prijs algemeen gewonnen. Algemeen nog wel? Dus ja. Dat betekent een overal? Voor alles waar je... Zo hebben wij het ook uitgelegd, Hans. Ja. Ja. Ah, leuk, ja. Dus jullie zijn hier als titelverdedigers? Eigenlijk wel, ja. 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 En we gaan er alles aan doen om die titel weer... Ja, maar die komt er gewoon. Toch? We kunnen alleen maar ons best doen. En dat doen wij altijd. Dus dat komt wel goed. Ja goed, we hebben Gerard achter de camera, je hoort de buurman. Met dat gewoon lukt. Ja, dat lukt. Hij is niet muzikaal, dat is jammer. Nee, dus achter komen. Ja. Wij zitten hier in het oude café van de Bierton. En wat treffen we hier? Onze Jos. Oftewel, first call, cut on the grond. Je hebt meerdere bijnamen. Heb je. Maar Jos, wat is jouw taak hier? Ik zit in de organisatie van het Kapellenspektakel. Tegenwoordig is dat Braziliaans blaaspektakel geworden. En dat probeer ik allemaal een beetje in elkaar te regelen en te doen. En wat houdt dat regelen in dan? Want ik zie je wel lopen van links naar rechts, maar heeft dat een nut dat je zo heen en weer aan het regelen bent? Ja, wij hebben een vrijwillig optreden buiten, dus de kapellen die kunnen zich bij mij opgeven. De kapellen die krijgen ook een kleine vergoeding voor deze middag, dat regel ik. En als er vragen zijn, we hebben dit jaar voor het eerst een... Pipeband, doedelzakband die rondloopt, ja, die moet je even een beetje wegwijs maken en dergelijke. Dus dat is mijn taak een beetje. Maar dat is helemaal nieuw, een pipeband, want het heeft natuurlijk in principe niks te maken met een kapellenfestival. Nee, ik probeer al jaren iets anders in te brengen. We hebben al een keer een slagwerkgroep gehad. En dit jaar wordt het een pipeband. Het onderbreekt even een beetje het programma. En is wel een leuke bijkomstigheid. Ik ben bij een repetitie van hun geweest. Nou, ze gaan zometeen wel een leuk stukje Braziliaanse muziek tegenwoordig. Zometeen, hè? Hoeveel kapellen hebben jullie? Spin alle west, hoor. Geregeld, Jos? Dit jaar zijn er 10. Dus daar heen de middag vol mee.
En Amersfoortse kapel, of hij is ook nog van ander stekkie kunnen rukken? Wij hebben 8 Zwolse kapellen. En, Zwolse, maar Winden zijn reken ik dan ook bij Zwolle. En eentje uit Hooghalen. En de pipeband die komt ook uit Zwolle. Dus het is wel een redelijk Zwols gebeuren dit jaar weer. Ik vind dat niet jammer. Hij had niet graag wat meer buitenstaanders bij willen hebben. Want ik kan me zo voorstellen dat iedereen die ziet natuurlijk bij ieder carnavalsoptreden een Zwolse kapel wel. Ja, een beetje elan er al van buitenaf. Hoe gaat het met die inschrijvingen? Maken jullie daar veel werk van buiten de Zwolle om? Of hoe komen ze bij jullie? Ik heb een adressenbestand van 92 kapellen hier in de omgeving. Die schrijf ik toe. Maar ja, de Zwolse kapellen houden een beetje rekening in het programma met dat dit staat te gebeuren. En je merkt toch ook buitenaf dat de kapellen vaak ook al bezet zijn en zo. De meeste afzegging die we hebben is om de reden dat ze al bezet zijn. Dus. Ik heb ook wat mensen zien zitten op een verhoging. Wat bent dat voor mensen? Want er zit een hele gruber figuur tussen, zag ik al wel. Nou, valt al mee dat je zegt één lugubre figuur, maar nee, dat is de jury. We hebben een driemans jury zitten die de kapellen beoordeelt en daarnaast heb je de zaalsjury. Bij elke kapel gaan er 5 briefjes naar het publiek toe waar het publiek kan beoordelen. En de totale uitslag wordt bepaald door beide juries, zeg maar. En waar letten de juryleden op? De muzikale kwaliteiten, maar ook vooral wat het allerbelangrijkste is de wisselwerking tussen het publiek en de kapel. Dat moet gewoon optimaal wezen. Dat je gewoon een lekkere sfeer hebt, mooi gezellig. Nou, Jos, bijzonder is gewoon kieken. We zullen ons even begeven in de zaal en wat leuke opnames gaan maken. In ieder geval bedankt. Heel veel succes met het regelen. En misschien heb je volgend jaar nog wat andere kapellen erbij mogen hebben hier in Zwolle. Dankjewel, Jos. Spektakel in de biertom. Het opwarmetje voor de carnaval. Als iedereen zo speelt. Ja.